Dus ja, heel veel mensen zeggen ook van, oh, ben jij een jong moeder geworden? Hallo, good morning! Ik heb heel eventjes gewacht met vloggen, want het is eigenlijk inmiddels alweer 12:30, sorry. Maar ik heb alleen maar boven achter de computer gewerkt. Het is super lekker weer. Het was gisteren ook super lekker weer. En zodoende hebben we niet heel veel gedaan dit weekend, want ineens waren er allerlei dingen die we tussendoor moesten doen. We hadden zaterdagavond nog een barbecue van 12-jarig huwelijk van familie van Bart. Sa. Bloed. Ga heen, ga heen. Waar is haar paard? Zeg je? Huh? En zondag hadden we vaderdag, dus moesten we even langs alle twee de papa's van Bart. Zo'n bootje willen Bart en ik nou hebben. Nou, heel gezellig met z'n tweetjes nee, in. Dit is echt veel te klein. Nee, dit is echt goed. Dit is echt veel goed. Te klein. Jawel, schat. Ik wil zo'n rib. Nee, dit is een rib. Ja, maar ik wil een echte rib. Nee, dit is een echte. Gewoon eentje met 200 pk erachter. Nee. Dit is knus. Die kan je nog niet eens achter water kiezen. We zijn net bij Bart's papaatje geweest. En we gaan nu naar papa nummer 2. Want het is vaderdag. En we zijn alleen maar bij Bart's papa's. Ja, dat is even niet anders, hè? Nee, want ik heb ze lekker niet. Mooi hè, hier. Heerlijk. De adviezen van Harold. Over hoe ik mijn raam moet schoonmaken thuis. Mijn dakraam. Wauw! Ja. Waar okay. Vaderdag al niet handig voor is. Papa's tips. Dus ik moet morgen mijn dak gaan schoonmaken van Harold. Met dat lange ding. En maar in de ochtend heeft Bart wel iets gedaan aan de keuken. De stopcontacten die zijn eindelijk een soort van verplaatst. In ieder geval de gaten zitten erin. Hier zitten zelfs de stopcontacten er alweer in. Dus hij heeft de rand vast neergezet. Kijk hoe het eruit ziet denk ik of zo. Dus er zijn vorderingen getroffen in de keuken. Dat vind ik wel heel erg fijn. En ja, verder had ik natuurlijk vrijdag verteld dat ik nog niet ongesteld was geworden. Nou, zaterdagmiddag was het echt, een beetje een teleurstelling, want ik voelde het helemaal niet aankomen. Normaal voel je het gewoon aankomen en dan denk je al, oh, het komt eraan. Maar ik voelde helemaal niks en ineens was het daar. Dus het was wel heel, gewoon wel weer even heel erg jammer gewoon. Het is niet zo dat ik er echt de hele dag van ondersteboven ben. Ik heb snel geaccepteerd en die avond lekker aan de wijn gezeten. En gisteren ook behoorlijk. Dus ik heb er wel weer even van genoten dat er dus geen zwangerschap is. Het is nu dus de vierde ronde. En dan hoor je later als je bij familie komt ook weer verhalen van 2 jaar. En ik hoop gewoon echt niet dat het zo lang gaat duren. Dus ik had heel even nog een momentje omdat ik dacht van zou ik nu op dit moment even vloggen. Om gewoon echt mijn gevoel erbij te kunnen vertellen. Maar ik was best wel een beetje verdrietig eventjes. En dan denk ik ook van dan ga ik maar niet vloggen. Want dan krijg ik misschien weer veel opmerkingen van mensen van je bent er te veel mee bezig. En dat vind ik eigenlijk niet zo leuk. Want ik vind zelf namelijk niet dat ik er gestrest van ben. Dat ik er te veel mee bezig ben. Vind ik echt wel meevallen. Dat heb ik al eerder in een vlog verteld. Alleen ik deel het graag. Ik vind het leuk om het met jullie te delen. Ik vind het prettig zelf ook om erover te praten. Maar ik wil ook een beetje een soort message meegeven voor andere vrouwen. Die misschien best wel laat beginnen met zwanger worden. Want tegenwoordig heb ik toch wel het idee dat vrouwen steeds wat later beginnen daarmee. Of er überhaupt pas later mee bezig zijn. En ik wil dus eigenlijk met mijn verhaal anderen daar een beetje voor waarschuwen eigenlijk. Van realiseer je wel dat ook vooral na een bepaalde leeftijd gewoon best wel even kan duren voordat je zwanger bent. En daarom neem ik jullie mee in dit verhaal. Dus heel veel mensen zeggen ook van, oh, ben jij een jong moeder geworden? Omdat ik natuurlijk Yola heb van 7. Nou ja, dat is nu 7 jaar geleden. Ik ben nu 32, dus dan was ik 25. En dat is dus jong, blijkbaar tegenwoordig. Ik vind het zelf eigenlijk helemaal niet zo heel erg jong. Het is zo heet. Ik word gewoon zelfs van dit vloggen helemaal. Dus ik ga even verder nog aan het werk. En over 2 uurtjes Yola van school halen. Pff.
Yes, yes. Ik ga. Hopelijk heb ik geen pindakaas meer op mijn mond. Maar ik ga jouw loop halen. Yay, die heb ik echt super gemist. Heel weekend niet gezien. Super zin in. We gaan dus straks eventjes op kraamvisite bij Boas. Dus we hebben een hele leuke aap opgehaald. Mijn moeder die heeft namelijk een stichting aap. Dus die heeft heel veel apen. Ja, leuk hè? Ze heeft nog veel meer hele leuke. Maar deze vond ik wel leuker voor een baby. Omdat hij lekker zacht is. Hé, dat heb ik uitgekozen. Oh ja, Jola heeft hem uitgekozen. Omdat hij lekker zacht is, hè? Oh, dat heb ik lekker bij jou hangen. Baby's vinden dat leuker. Ik ga even fietsen. Bij Jola. Zo, Jola van Teurde opgehaald en meteen met z'n allen door naar Jacqueline en Harold. Waar ben jij, joh? Oh, daar ben je. Hallo. Hallo. Lekker geturnd, schat. Ja, eerst gingen we chillen, daarna gingen we binnen turnen. Daarna gingen we chillen en toen kregen we een tractatie met een fruitstukje. Oh. En volgende week, als het mooi weer wordt, dan viert Jola haar verjaardag. Gaan we mee naar Twiske? Ja, lekker. Of we gaan iets met water. Of iets met water doen. Waterballonnen. Ja. Waterballonnen gevecht. Of een zwembad opblazen. Oh, eindelijk in de tuin. Oh, lekker. Ik heb trekking. Oh, we komen snel, want ik wil wel eten. Ik denk alleen maar aan eten nu. Ja, dat is moment. Jullie zijn een mooi stel zo met die kleding. We zijn gematcht. Hè? Ja. Oh. Oh. Ik ga niet kopen van de kleding. Ja. Oh, wat lekker. Iedereen in een lichtje. Ik ga eerst eruit. Nee. Ik ga het eerst eruit. Wie vraagt, krijgt als laatste. Alsjeblieft. Zo, dat was heerlijk, hè? Lekker gegeten. Zalig gegeten. Weet jij nog hoe het heet? OB. OB, ja. Telefoongaat. Ja, met rust. Van Zavia. Oh, wacht even. Ik was het alweer bijna vergeten, maar morgen ga ik dus weer vliegen. Dan hebben we morgen weer een vliegvlog. Ja. Maar voor nu eerst even heel snel je haasten voor yoga. Nog 9 minuten heb je. We zijn bijna thuis. Moet me nog omkleden. Je moet dat nog doen, hè? Dat kan je heel snel. Morgen even daarop klikken. Nee, dat gingen hun voor mij doen. Zij. Volgens mij heb ik het al eens vaker gezegd, maar ik vind yoga echt zo fijn wanneer het lekker weer is. Ik vind het zo lekker om gewoon yoga te doen wanneer mijn spieren al warm zijn en het gewoon lekker warm is. Echt een soort van hot yoga, maar dan valt het nog mee met de hitte natuurlijk, want er staat wel airco aan. Maar je bent gewoon al soepeler of zo. Dat is gewoon echt heel erg lekker. Mensen kijken altijd zo raar. Als ik vlog op straat. Maar goed. Ik ga lekker naar huis. Ik voel me echt heel lekker voldaan van dit yogalesje. Echt super. En nog even genieten van de rest van de avond. Want niks is lekkerder dan zo'n zwoele zomerse avond. 1 hour later. Zo, nou die zwoele zomeravond die was niet echt uitgekomen. Want we zitten weer eens aan het weer. Maar ik ben er wel een beetje klaar mee nu. Ja. Het is nu 10:30. Nou ja, we gaan nu stoppen. Ik ga even mijn Transavia tablet, die moet ik even in de oplader doen, aangezien ik morgen weer ga vliegen. Dexie krijgt altijd elke avond een stokje van Bart. Stokje? Moet ik weg? Nee. Even lekker klef doen. Ja. Lijkt net zoals voor de camera. Dat heb ik nog helemaal niet gedaan vandaag, omdat je zweet. Ik hou mezelf juist altijd in. Omdat je zo vies zweet. Ja, pheromonen, schat. Oh! Oh,
dat ga je er zeker niet uitvinden. Dat doe ik heel vaak. Nee, dat is de eerste keer. Nee, dat doe ik heel vaak. Nee, dat is de eerste keer. Oké, nou. We zien jullie dat Bart ook wel eens een keer lief is. Heel af en toe. En verder heb ik niks meer te zeggen. Kan dus ik zie jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Met vliegen en zo. En abonneer als je dat nog niet bent. Of een duimpje als je dat wel bent. Dankjewel.